Yo, beste kijkers, en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Lost Buildings. Het YouTube-kanaal waar jij gewoon lekker achterover kan leunen in je luie stoel. En wij filmen voor jou de mooiste urbex-locaties, zoals hier in België. In de buurt van Luik, weer een prachtig oud fabriekspand. Hey, joh. Ja, dit was een weegbrug voor de. Onze eerste industrielocaties, mensen. Oké, we zijn binnen. Hier even introduceren. Wat vind jij van deze locatie? Ja, ik weet niet precies wat ik me hiervan voor moet stellen. Wat dit is. Opslaghal van grote fabrieken. Ik weet niet dat het staalfabriek is geweest. Hier halen ze de stroom uit. Dat is ook helemaal verlaten. Wat gaaf. Wat gaaf, hoe niet passen. Ja, een mooie locatie. Vreemd. Kijk, wat is dit voor... plek? Dat weet ik eigenlijk niet precies. We hebben geen achtergrondinformatie kunnen vinden, maar het is een verlaten fabriek. We hebben vandaag ook nog een staalfabriek op onze nominatie staan, maar ik weet eigenlijk niet precies wat dit is. Ga maar met ons mee naar binnen. Yo. Gaan we wel verder? Wauw, wat een grote industrie. Holy shit, als het heen valt, komt er nog door.
gaat is hier. Ja. Nou. Gaan we nog één hoger? Nog één. Wow, wat een uitzicht. Geweldig. Je ziet de lift, de schacht. Het was een soort verbrandingsoven of zoiets. Prachtig uitzicht. Veel donker hier. Oké, Paul. We hebben zo wat de hele fabriek gehad, of niet? Inderdaad, een mooie locatie. Super mooie locatie. I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along.